Yo, kijk, ik ben niet op de Ipper, dan gaan we een keer proberen. In GTA 3 weer wat voor elkaar te krijgen met Liberator. Deze missie voor mijn vorige keer ook een keer geprobeerd, maar ik weet het niet zeker. Go check a Colombian gang car. Oh, dat was zo'n autootje was dat, ja. Nou, laten we even zoeken. Ik weet niet zo meer welke auto dat precies was. Colombian gangster car. Dan ga ik maar even googlen op mijn telefoon. GTA 3 Colombian. Nou, kijk, hij staat er nog. Ik leef me echt ergens vol tegenaan. Oh, dat was die auto. Oh. Hoe zag hij er weer uit? Blauw met grijs. Auto wat ik nu dus heb, of ik net voorbij reed. Alleen in het lichtblauw en grijs. En in het gebied waar die andere klootzakken zijn. Die nog echt weer neer te maaien. Is dat er niet heel toevallig eentje? Nee. Dat is hem niet. Daarachter ook allemaal niet. Nee, is dit er eentje? Nee, ook niet. Was dat hem trouwens niet? Maar zag ik er eentje rijden. Nee, is dit hem? Ik weet dat hij even doorrijdt. Nou, we gaan er even achteraan. Het is natuurlijk niet handig dat hij gewoon wegrijdt. Hier kwam er nog één. Ook verder gewoon meteen wegrijden. Dit is sowieso niet handig. Gaan barbecue in je auto. Oké, ik ben dood. I knew it for sure. Hoe vaak reden ze weg? 3 keer of zo? Dat is alleen niet zo handig. Ik pak weer ambulance maar. Cast geben. Varnia. Een ambulance. Vlot, 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 vlot. En ik heb politie achter me aan. Daar is weer zo'n auto. Maar laat ik niet meer niet doen welke politie achter me aan heb. Maar dat gaat vaak niet goed. Politie is echt verschrikkelijk in deze game. Ik moet echt op zoek naar die sterren, want anders kom je er gewoon echt never nooit niet vanaf. Ja, ik kom er helemaal geen politie tegen. Oh, ik ben natuurlijk ook de sterren kwijt. Ha. Jij rijdt zelf tegen mijn eigen ambulance aan, want ik had voorrang, want ik kwam van rechts. En ik ben een ambulance. Jij niet. Kijk, ik ga gewoon naar binnen lopen. Nou goed. Ik ga gewoon door de muur achterheen lopen. Zag je dit? Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling, hè? Ik heb een glitch gediscovered. Een out of bounds. Hoppa. What the fuck, cheerleaders? We kunnen ze ook eens klaxoneren. Als het op die manier is. Nee, dat ook niet. Dat niet. Hoe ik de sirenes ook weer aan? Niet zo. Ik hoop ook niet. God, niet waar ik allemaal naartoe rijden nu. Oké, ik ben dead. Zucht. Wasted.
echt compleet de verkeerde kant op. Nou, nog een poging. Hop. Mop, mop. Als ze auto niet tegenkomt, jat ik hem gewoon echt instant. Let wel, ik heb alleen nog geen spullen. Typ wel snel in. Dus wat spulletjes om terug te kunnen schieten. Want ik heb geen zin om elke keer nieuwe spullen te gaan kopen. Want nu is deze game echt zo verschrikkelijk lang. Dit is zo iemand. Dat is een bobcard. Is hem dus niet. Leek er wel heel veel op. Jij bent hem ook niet. Jullie ook allemaal niet. Maybe you, not you, not you. Him also not. En misschien een iets snellere auto zou op zich ook wel heel fijn zijn. Druk je meer of minder maakt ook niet zoveel uit. Move. Oh. Die auto staat er niet veel meer voor. Als er straatwaarde is, weg. Weg verorberd. In schade. Ik ga geen schadeformulier zien vullen. Sorry mevrouw. Ik heb toch echt zelf maar gaan lappen. Hop. Jump, jump, jump. Dan gaan we weer. Liberator. Dit is echt een van de annoyingste missies ever. In heel GTA. Oh god. Een paar bullets en het is boom. Dit is op zich niet handig om hier mijn auto te gaan jatten, maar het is beter dan die andere auto. Hé, hey, een grote hamburger. Hoppa. Een hoppa. Er zit steeds verkeer in. Ach ja, I don't care. Schiet, ja. Random leg spike. Niet zo'n auto? Nee. Dat was hem inderdaad niet. Ik ook gewoon een gangster gaan achtervolgen. Tot hij natuurlijk de wijk uitrijdt. Dat was hem ook niet. Hier kunnen ze spawnen. Even zoeken. Misschien spant hij nu hier. Daar hebben we er een. We gaan hem even achterna rijden. Hij voelt voor mij echt een buil hangen. Een echte. Hoe kan ik jou dat dan stoppen dwingen? De Siske die spawnt. Volgens mij wel. Mijn Siske die spawnt. Oké dan. Nou, ah, die is niet bijgevoegd, politie, maar. Zo ongeveer alles is uit mijn hoofd. Ik moet even iets zoeken. Waarmee ik weer een auto kan vinden. More police! Woo.
Nee, dat is niet de juiste auto. Ik heb wel zo'n petje op. Of iets wat erop leek. Maar dat was echt het enigste. Dat is ook niet de juiste auto. Dat ook allemaal niet. Nope, nope, nope. En nope, nope, nope. Zoeken, zoeken, zoeken. En afmokken jij. My car. Nou heb ik hem. Kartel. Autootje. Jezus, waarom zijn we dan in één keer random? Oké, hier ook niet blij met van. Ik wist dat je in één keer dood zou gaan hier. Want ik had niemand anders dood kunnen krijgen. Had ik eigenlijk zo'n auto. Ga ik alsnog. Dead. Emma, dat is gelijken. Nee, dat is het dan ook niet worden. Hoe gaan die ambulances dan aan? Gewoon alle toeters en bellen erop hebben. Zo'n auto trouwens tegenkomt, die had ik hem nu echt gewoon meteen. Maar nu kom ik uiteraard weer geen één tegen. Perfect insane stunt bonus. Boom. Oké, ik wil jouw auto dan hebben. Move. Thank you. En we gaan naar David toe. Nog een poging. En weapon cheat enabled. Oh, wrong button. Ah. Toot toot. Ga dat tasje een keer laten vallen. Ja, allemaal dezelfde tasjes om. En bij jullie zat de kleren zo goed als. Ik kan ook wel eens één deur uitstappen. Zo dik ben jij nog net niet. Oh, en toen die spawnen mijn auto. Die ik eerlijk gejat heb. Jij stapt uit. Dank u. Niet waar. Je hebt gewoon weer een nieuwe auto. Oké, ik ben een klein beetje doorgassen. Beetje gas op die krukkas. Hier kan ik af, maar ik ga de volgende weg af. Dat scheelt weer een paar meter. Nou, daar naartoe. Hier de helft. Volgens mij is dat... Ik weet niet. Dat is een van de vage hidden package. I do not know. Oké, vanaf hier ga ik ze dus weer tegenkomen, die hele mooie auto's die ik zoek. Oh, je hebt gewoon een oud omaatje. Dat de auto was die ik nodig had. Ah, ben 9. Oké, waar zitten ze? Spawn, maar in. Waar? Dat is hem niet. Is hem ook niet. Andere bochie. En weer door. Oké, dat is hem ook niet. Dat is een politieauto. Tutut.
Waar zitten jullie? Die super coole auto's. Nee, dat ook niet. En die spawnen ze niet, let maar op. Nee, dat is het ook niet. Mij zie ik er een spawnen. En het despawnt hier. Ach, daar komt hij. Zit hem. No. Hier hebben we er wel weer een. Mine. Mooi, weer uitgemieterd. Stap dan ook in. Moet je langzaam doen. Waar gaat het juist mis? Oké, op naar de locatie. Tuut tuut. Afknokken. Hier komt de chef. Remmen en dan gaan we hier af. Dan moeten we hier zo meteen ergens zijn. You dead. You also dead. Even het juiste wapen hebben. Het ging niet echt heel 100% soepel, maar. Je gaat ook down. Extra ammo. Zullen ze nou dood zijn? Ik heb geen flauw idee. Oké, wat moet ik nou doen? Is opblazen of zo. Nee. He. Is dat de bedoeling daarvan? Niet zeker wat hier de bedoeling van is. Wat gaan we gaan doen dan? Nou, ik ga dus even opzoeken wat ik moet gaan doen. En dan ga ik de volgende episode laten zien. Of moet ik het doen met deze auto misschien? En een hele package. Een idee wat. Ze heeft een auto, maybe. Nee, ik heb echt inderdaad geen flauw idee. Dus ik ga even uitzoeken wat ik precies moet doen. In de volgende episode terug. Tot dan.